Okay, let op met deze deagle trickshot. Doe maar zo. Ik stop met Fortnite. Dit kan niet meer. Jongere mensen, super leuk dat jullie kijken naar deze gloednieuwe Fortnite video op mijn kanaal. Games for Real. In deze video, jongens, gaan we een keer naar Pleasant Park toe. De bus ging gelijk hier overheen, zoals je ziet. En ja, dus het wordt gigantisch druk waarschijnlijk. Ik hoor allemaal glider geluiden. Oké, dit wordt een hectisch potje, dat zeg ik je wel. Dit doe ik eigenlijk expres, jongens, want ik wou voor deze video gewoon heel veel actie hebben. Ik zie hier een blauwe pump. Wacht, ben ik als eerste die hier landt? Volgens mij wel. Hoop het. Oh my god, ik heb stress. Yes, oké, tanks. Tanks, zeggen we dan gewoon. Alright, het landen zoveel mensen hier in de buurt, jongens. En ik hoop dat we een mokertje... Boom! Dat is één. Dacht het niet. Ik hoor er nog één. Die zit in het dak. Het is druk, jongens. Dat is weer één. Zo, die pump is sterk. Ik zat gewoon te bukken. Zagen jullie dat? Wat? Oké, jongens, wat ik eigenlijk wil doen is zoveel mogelijk kills proberen te halen. Ik heb er al twee. Dus ik ga gelijk pushen. Ik hoor hier geen kist. Oké. Komt hier? Oh my god, hij heeft geluk. Nee, niet gekillstuurd worden. Dankjewel. Blaas even dit huisje op. Dan komt hier zo meteen die tweede persoon ook naar beneden. Dat is een slurp, oh my god. Ik heb geen meds. Nu wel. Oh shit. Houd. Oh my god. Oh shit. Sorry, ik zie hem lopen, jongens. Ik weet niet of jullie hem hebben gezien. Oh my god, ik moet springen, huppelen, wat een... Oh mijn god, het is zo druk hier. Daar liep iemand. En die zat vol bij te schieten. Oké, ik heb nu een goede plek. Oké, die zit als het goed is ook best wel dichtbij nu hier. Dat bedoel ik, hij loopt nu hier. Wat? Oké. Dat was even een stressmomentje, jongens. Waar zit deze guys? Oh my god. Wat de hel is hier gebeurd? Waar zit die gozer? Hij zit in de kelder, of niet? Oké, dat moest ik even weten. Oké, ik heb een grijze tag of een pump. Met wat zou ik gaan pushen? Wat ben je van plan? Oké, ik moet even nadenken wat ik ga doen, jongens. Hij zit als het goed is hier onder de trap. Dus ik kan hem... What the hell? Dat was wel heel snel. Oh my god, dankjewel. Oké. Dit gaat echt... Ik ben heel erg stil. Omdat ik even geconcentreerd ben, jongens. Holy shit. Wacht, geef me die ballon... Nee, die minigun. Neem die maar mee. Alright, er zitten nog meer mensen hier, zoals je hoort. Dus daar gaan we ook even gelijk even een bezoekje aanbrengen. Ik heb wel wat mensen nodig. Ik moet dus even wat hakken. Dankeschön. Oké, 4 kills al in de broekzak. Het is niet mega veel, maar... Ja, in Pleasant Park, ja, er gaan ook natuurlijk heel veel andere mensen dood die aan de andere kant van Pleasant landen. Zoals hier. Oké, dan ga ik even daar even kijken of ik nog iemand kan killen. Ik weet 100% zeker dat hier nog iemand loopt. Maar waar die zit, dat is even een vraag. Ik denk in dit huis. Ik denk dat hij in de kelder zit. Oké, ik neem sowieso even deze AR mee. Dankeschön. Vriend, zit je hier? Ja, hij zit hier. 100%. Zal ik hem pushen? Zit hij daar rechts of links? Ik ga gewoon via hier. Oké, dat is even een... Dit wordt tricky, ouwe. Dat zeg ik je wel. Oké, blauw pump. Oké, ik ga dit weghakken. Zit hier de kelder onder? Nee. Ik weet gewoon, mijn god, niet waar die zit. Oké, ik denk dat... Oké, let op. Dit wordt mooi. Nice, we zijn op tijd. Hij zit dus in de kelder, dat weten we nu wel. Maar wie is de slimmer? Haha. Hij gaat eruit. Dit is niet voor mij. Wat ga je doen, vriend? Waar zit die gast nu, man? Oh my god, hij zit hier. Wait a second. Hoe kan dat een headshot zijn? Oké, dat is heel... Oké, dat is... Die kerel heeft me lopen uitschelden nu, jongen. Waarschijnlijk ben ik gereport of zo. Dat was echt onzin. Ik zeg je eerlijk, dat was niet... Dat hoorde gewoon niet te gebeuren. Ik zeg je eerlijk, man. What the hell? Ik... Wow, jullie hebben het gewoon gezien. Het is heel apart, man. What the fuck, ouwe. Ik weet niet wat hij deed, maar hij deed... Hop, kogel ging over zijn hoofd. Toen ging ik zo een headshot.
Ik kan het gewoon niet beseffen dat dat een headshot was. Die kerel had een trap zo neergezet. Dat hij niet geraakt kon worden eigenlijk. Maar wat de hel. Ik schoot er gewoon doorheen of zo, man. Ik heb wel een chuck. Dus even de shield er natuurlijk bij. Ik moet even een besefmomentje hebben dat dat net is gebeurd. Wow, ik begrijp het gewoon niet. Wat we wel gaan doen, jongens. De stand van zaken. We hebben 6 kills. Dat is veel. Maar er zijn nog 32 mensen over. En dat is echt een lekker aantal. Dus we gaan nu even die Rift to Go hier gebruiken. En dan gaan we met dat ding gaan we zo'n vliegtuig stelen. En dan gaan we hopelijk even wat veel enemies kunnen killen. Zit daar nog een vliegtuig? De ja of de nee? Shit. Ik hoorde... Oh, dat is leuk. Die kerel schiet gewoon op mij. Hij wil gewoon... Oh, het zijn wel vliegtuigen. Lol, wat? Let op. Ik ga op dit touw landen. Dat is geinig, houden dit. Ik kan niet switchen. Ik kan niet switchen van wapen. Hij lekt ook zo erg, die guy. Ik ga achter hem aan. Ik weet niet wat het was, maar ik kon niet switchen van wapen. Daar, let op, die guy. Oké, fuck it. Hij lekt heel erg. Ik ga achter hem aan. Hij is weak. Ik heb een, volgens mij, 80 of 50 damage. Volgens mij was het 80. Ik weet het niet zeker namelijk meer. Bro, you're mine now. Kom terug, vriend. Kan ik hem raken? Nee, net niet. Shit, sorry. Ik weet niet of die kerel goed is, ja of nee. Ik denk het niet. Even afkloppen natuurlijk. Je weet maar nooit. Please, ga even niet... Kamikaze! Boom! Oh, wat? Dat faalde. Oh shit, dat is niet leuk. Dit is niet leuk, jongens. Shit, dan valt dit ook nog. Oh god. What the fuck? Kunnen we, ik ben niet live, maar kunnen we even een GG in de comments krijgen voor deze play, gek! Yo, ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar gewoon echt, ik kan het gewoon niet oké, ik hou op, ik ben even iets te hyper nu. Oh my god, dat was zo smooth, ouwe, ik jumpte gewoon, nou, jullie hebben het ook weer gezien. Wat ben ik aan het doen in het spel? Ik heb 7 kills, dat weet ik wel. Oké, ik heb een full damage probleem. Dat hebben jullie ook wel door, denk ik. Ik zie daar Ben. Oh. Zo, ik stik even in mijn eigen speeksel. Lekker. Oh my god, jongens. Ik zeg je eerlijk, dat was echt een hele smooth play, ouwe. Ik had echt geluk dat die kerel afgeleid werd door die andere enemy. Want daardoor kon ik, zeg maar, een soort van wegkomen, zou ik maar zeggen. Dus oh my god, daar heb ik geluk mee gehad. Die kerel gaat lekker met de ballonnetjes ervandoor. Ik ga eerst even healen voordat ik ga schieten nu. Dus dan weten jullie dat. Oh my god, ik kan niet beseffen dat ik dat heb overleefd. Ik ging ook natuurlijk door mijn eigen dynamietstaven, ging mijn hele structure ook kapot. Dat was niet zo slim. Maar holy shit, de luck zit echt op onze schouder. Dat zeg ik je wel. Man. Dit hadden we niet moeten overleven. Ik zeg je eerlijk, holy shit. Damn, maar hey, 7 kills, nog 17 man remain. We kunnen nog best wel een lekker potje hiervan maken, ouwe. Dit kan nog zeker. Het enige kut is wel, ik ben mijn vliegtuig wel verloren volgens mij. Ik heb geen idee of die ergens nog in de buurt ligt. Ik hoop het wel. Dus gaan we even daarna op zoek. Dat zal wel even mooi zijn. Want ik wil nog wel even een beetje op kills afgaan. Sowieso wil ik even... Het kan een 15 kill game worden. Dat is wel een heel mooi getalletje namelijk om nu te halen. Dan moet ik dat wel even droppen. Oké, ik neem toch de grappling mee. Ik zie een grote pot daar liggen. En dat is heel erg handig. Chill. Oké, ja, qua HP zit het wel weer safe. Dat is mooi. De 2 grapplers trouwens. Lol, what the fuck. Oké, kom op. We zitten ook trouwens met de safe zijn ook wel prima hoor. Dit is helemaal fijn. Ik hoor nog een kist. Maybe dat er iets van een medkitje of zo. Toch even die groene bar vol. Oké, helaas. Het zijn, hoe heet dat? Dynamietstaafjes. Nou, die neem ik helaas niet mee. Ik heb de grappler gekozen, dus ik... Oh, daar ligt... Oh, dat is een auto. Lol, ik dacht dat dat mijn vliegtuig was. Sorry als ik trouwens heel snel en hyper praat nu. Ik weet niet wat het is. Maar vandaag heb ik een dag in Fortnite, jongen, dat ik speel, jongen. Ik speel zo snel en hyperactief en goed ook gewoon tegelijk. Dat ik daarom waarschijnlijk heel erg hyper overkom. Dus het spijt me daarvoor, jongens. Ik hoop dat jullie even tegen kunnen. Maar ik heb echt serieus, het gaat lekker, man. Ik zie daar trouwens een guy lopen. Daar gaan we even op af. Oké, nice, get chill. Ik heb ook trouwens best wel een goede aantal mats. Dat was heel scheef. Dat was helemaal... Oké, lol. Oké, ik weet niet wat voor skin hij aan had. Oh my god, hij is helemaal de weg kwijt, die guy. Wat in godsnaam ben je aan het doen, vriend? Oh my god. Oké, let op met deze deagle stick shot. Doe maar zo. Ik stop met Fortnite. Dit kan niet meer.
Het kan... Het... Dit is echt niet te geloven. Dit is... Jullie hebben het gezien. Ik zeg dat al zoveel dat jullie dit net hebben gezien, maar ik maak plays, gast. Holy shit, ouwe. Holy shit. Ik ga er vandoor. Ik ga naar de C-zone. Let's go. What the fuck? Waarom weet ik dat soort dingen nu, man? What the fuck, gek. Holy guacamole, gek. 8 kills. Oké, 15 kills, hè? Let's go. We gaan het proberen. Alright, let's get it. Ik ben even helemaal flabbergasted wat ik nu heb gedaan, man. What the f? Oké, ik ben wel even hout aan het hakken, want ik zit niet heel erg safe aan de mats. Ja, op zich, ja, ik moet niet zo janken. Ik heb gewoon bijna 1000 mats. Even wat meer hout, dat zou wel even mooi zijn. Oh my god. Ik weet trouwens ook niet, ik denk niet dat ik die quad mee ga meenemen. Want dan val ik te erg op. Mensen horen dat ze van zo ver af. Dus ik ga gewoon lekker doorlopen. Je weet, kan ik nog even iets van appeltjes vinden. Dat zou ook wel fijn zijn. Echt waar, dit is niet normaal. Dit potje, holy shit, gek. Echt serieus, gewoon holy shit, gek. Oh my god, ouwe. Daar flikkert even een vliegtuig naar beneden. Dat zag ik ook weer even in mijn ooghoekjes. Oh my god. Oké, okay, nice. Qua HP zitten we ook wel lekker, dankjewel. Oh, kijk, genoeg appeltjes hier, jongens. Chill, ai. Oké, full HP. Dat wou ik even hebben net. Wat is slim om te doen? Wat is nu slim? Ik wil even sowieso die 15... het is wel lastig, hoor. Ik wil gewoon zoveel mogelijk kills. 10 halen we denk ik wel. Even afkloppen natuurlijk, ik weet het nooit. Oké, ik ga denk ik die grappler gebruiken hier. Of dit. Ik ga gewoon daar naartoe. Ik zie ook een vliegtuig. Ho! Als die raak was. Oké, hij gaat... Oké, zijn met elkaar in een fight. Die flikker naar beneden. Oh, die kwam in die propeller bijna. What the fuck? Ik kan niet lopen. Waar ben je geland? Goeie vriend. Oké, waar is die vliegtuig guy? Die is volgens mij weggevlogen. Kom, reload. Nee man, hij stond bij de kist te looten, gast. Oh, dat kon een vette headshot worden eigenlijk vanaf hier. Alright, ik ga deze guy even looten. Oké, die vliegt nog even door. Ik weet niet voor hoe lang. Ik kan een beetje op hem gaan schieten. Fuck it, ik ga het proberen. Oh, oké, hij was wel close. Ai, weet je wat het plan is, jongens? Ik ga zo'n vliegtuig meenemen. Want ja, dan kunnen we even lekker van boven mensen gaan bonjouren. Volgens mij zijn ze ook nog in goede staat. Ja, prima hoor. Kom maar door, jongens. 9 kills. We moeten er nog 6 maken. Willen we die 15 aantikken. Dus ik ga mijn best doen. En wie weet kunnen we dat nog even halen. Dat zal echt sick zijn. Ik ga op zoek naar deze guy met het vliegtuig. Volgens mij is hij daar geland. Jazeker is hij daar geland. Hij is al dood, joh. Kan ik ook nog iets raken of zo? Vliegtuig? Hoppakee. Ingetrapt, boy. Woo! Trapkills blijven echt mijn favoriete kills. Oh my god, dit is zo'n lekker gevoel. Hoeveel minis? 2. Grappler dan maar. Chill. Oké, waar? Ik hoor weer een vliegtuig. Oké, ik ga toch voor dat vliegtuig. Want deze van mij staat een beetje kut. Die moet ik eerst omdraaien. Alright, 10 kills. Let's go. Nog 5 te gaan, jongens. Kom op, ik wil dat even halen. Kom op, dat kan toch. Even opstarten. Huppakee. En gaan met die banaan. Ik hoor hier een vliegtuig ergens vliegen. Dus daar gaan we even achteraan. Die is volgens mij daar geland. Ja, iets. Kut, eraf. Holy shit! Botsgek! Hij heeft een kampvuurtje. Chill. Zo, oké, okay, nice. Deagle of SMG? Wat is het? Nee, ik hou het bij dit. Oké, okay, 11 kills. Nog 4 te gaan. Nog 5 man remain. Dit wordt close, ouwe. Ik kan het of net halen of net niet. We gaan natuurlijk voor die net wel, natuurlijk. Of course. Oké, er zit volgens mijn gast hier, ja. Dat was bijna raar. Weet je, ook in mijn rug kijken, je weet maar nooit. Die kerel denkt van, yo, doei, mazzel. Maar ik denk daar heel anders over, vriend. Waar ga je heen? Hij gaat helemaal naar beneden. Hij gaat naar de vliegtuig toe. Oh, ik kan deze gewoon meenemen. De zipline boy! Je let op. Hop. Dat is zo apart, hè. Die boom verdwijnt dan. Oké, we zitten nu achter hem. Heeft hij door? Ja, hij heeft het door. Shit, jammer. Anders was het wel een hele mooie actie geweest. Okay, we zitten allebei safe. Dit gaat veel tijd kosten. Dat is wel jammer. Ik heb een deal. Daar kan ik misschien iets meer versnellen. Hoop ik. Ja, ik moet die guy gaan pushen. Wil ik die 15 kills gaan halen.
gek hoor, schoten daar. Ik ga dat net niet redden, ouwe. Dat dacht ik al. Oké, deze guy is niet de meest beste speler in deze game. Maar wel irritant. En dat is een dingetje nu, zeg maar. Als hij nu gaat snipen, dan zou ik... Dat is zo close bij hem, gast. Sniper steekt zo erg uit, hè. Dat is echt niet normaal. Oké, ik wil deze guy... Ja... Okay, doe er nog één keer, dan ben je weg. Dan ben je weg. Kom op, doe... Ja, kom op, kom op. Doe, doe, doe. Oh, dat... Shit, sorry. Oh, dat is niet de bedoeling. Oh, die deurtjes, daar word ik zo gek van. Oh, dit is... Oké, lol. Even weer terug. Dit is zo niet te geloven, hè? Yo, what the fuck, ouwe. What the fuck? Die kerel, oh my god! Echt waar. Okay, iedereen zit naast mij. Waar zit die gozer dan? Verdorie, ouwe, ik... Oh, ik kan net niet meer die 15 halen, ouwe. Echt net 14, max. Oh my god, dit zijn moeilijke gastjes, jongens. Die had raak moeten zijn, Dylan. Oké, ik weet waar die guy zit. Die zit daar binnen. Deze gozer zit daar en deze guy zit echt naast mij. Waarom mis ik die schoten, man? De snipes gaan zo goed. En dan nu heb ik ze echt nodig. Gaat het helemaal kut. Je ziet hem daar steeds lopen. Wat doet hij? Oké, de safe zone zit ik net volgens mij in. Ik wacht tot hij gaat pieken. Die guy. Hij zit volgens mij echt net op het randje, jongens. Kom op, alsjeblieft, piek. Kom op, niet erin. Dat is lekker net. 105. Weet je wat ik ga doen? Ik heb een plan. Ik heb een plan, jongens. Ik ga eerst die guy daar achterin proberen te killen. Let's go. Deze guy heeft namelijk volgens mij echt geen vermoeden waar hij in... Ja, die kerel weet echt niet wat hij aan het doen is. Boe. Drie vriend, sorry my dude. Alright. Oké, okay, nog twee, drie guys. Ze leven alle... Wow, dit is heel irritant. Ze leven allebei nog, jongens. Oh god, dit is echt een hectisch potje. Oké, okay, nice. Ze zitten allebei voor mijn neus. Echt, ze zitten gewoon met op... What the fuck zijn ze aan het doen? Die gaat er steeds van in? Die is de lul, denk ik, man. Ze hebben volgens mij niet door. Als deze guy gaat snipen nu op die andere gast... Ik heb hem easy headshotten. Hij zit... Oh my god. Dankjewel. Hé! Ze gaan een keer raken, jongens. Ik moet tegen nog iemand, man. Er is nog iemand die gewoon helemaal niks aan het doen is. Okay, let's go. Alright. Oh, fucking right. Deze guy is verdwenen. Geen idee waar die gast nu zit. Die zit 100% daar... Fuck. Daarboven, denk ik. Oh my god, jongens. Dit is... Hij zit niet daarboven. Oké, dat wou ik even weten. Maar waar zit hij dan? Dat is wel even een vraag van mij, hoor. Holy shit. Ik heb geen kampvuur. Er zit een guy... Dit is heel erg kut, jongens.
Au. Jongens, ik pis in mijn broek, ouwe. Ik serieus pis in mijn broek. Oh my god. Ik zweer het je, ik pis in mijn broek. Hij leeft ook nog, hoe doet hij dat? Dankjewel. Die is dood? Hij was goed namelijk. Jongens, ik tril zo erg. Ik denk dat ik dood ga, jongens. Echt niks. Oh my god. Oh my god, jongens. Dit is mijn beste potje ooit. Klaar. Punt. Niet eens de meeste kills. Holy shit, gek. Oké. Ik wil dat we... Kunnen wij op dit potje de 2500 duimpjes mogen tikken voor deze insane game, ouwe. Ik heb gewoon geen woorden hiervoor. Holy shit, ouwe. Echt. Fortnite is een leuk spel. Soms heb je natuurlijk potjes gaan heel erg makkelijk. Maar dit soort games blijven altijd zo vet om in te zitten, ouwe. Ik tril als de moker. Ik weet niet of jullie dat zien aan mij, maar we hebben zieke plays neergezet. Een ziek einde. Het was spannend. Echt een hele kleine save zone ook. Dus holy shit, jongens. Bedankt voor het kijken. Hopelijk vond je deze video leuk. Als je deze video leuk vond, geef zeker even een blauw duimpje omhoog te gooien. Kunnen wij de 2500 duimpjes omhoog halen? Dat zou je super ziek zijn. Dat zou echt insane zijn. En jongens, ben je nog niet geabonneerd? Vergeet zeker te abonneren op mijn kanaal. Dat zou super dope zijn. Dan zeg ik tot bij de volgende video. Later, mens. Bye bye. Ik kom van beneden. Heb te lang gestreden. Om nu op te geven. Tijd om te eten. Op die trap pak treden. Oh, wat een